Dit is vanuit Stadion de Geusel de MVV Podcast. Met deze keer te gast Ronny van Veneugen. We Welkom bij de MVV Podcast. Mijn naam is Jurgen Simon en naast mij zit co-host Stefan Giebels. Een nieuw seizoen, dus de hoogste tijd om eens met de technisch manager van MVV aan de tafel te gaan zitten. Uh, Welkom, je Dankjewel. Goede vakantie gehad? Nog niet. Nog niet? Nee, maar uh, dat is ook nog niet nodig. In nul van het feit dat de transferperiode nog loopt tot 31 augustus en uh, dan misschien in september enkele dagen ertussen gaan. Oké, okay, ja. Transfernieuws. Uh, ja, Jij zelf ook. Uh, heb je ook een contract getekend bij MVV? Ja. Heel content, heel gelukkig mee. Dus uh, ik denk dat beide partijen zich goed aan elkaar kunnen, met, met elkaar kunnen vinden. Uh, ook uh, dat de toekomst voor de club zie ik ook uh, heel rooskleurig tegemoet. Uh, met de uh, investeerders die eraan komen. Hopelijk uh, komt dat ook allemaal in orde. En dan uh, denk ik dat uh, MVV uh, ja, de weg die men toch ingeslagen is, uh, dat we die kunnen verder zetten. Ja, die Amerikanen komen we nog terug later in het uh, verhaal. Um, je bent nu twee jaar bij MVV. Wat vind je typerend voor de club MVV? Ja, ik vind uh, MVV een ongelooflijk uh, heel aangename club. Uh, met een, een heel uh, fanatiek publiek. Uh, dat uh, de club en de jongens door, uh, door moeilijke momenten blijft, blijft steunen. Uh, door dik en dun blijft steunen. Uh, ik ben enorm uh, aangegrepen door het feit dat in het eerste jaar... Wij uh, moeilijke wedstrijden hadden en toch de supporters, de jonge garde, bleven steunen. Uh, daar gaat niks boven de club. En uh, niemand is groter dan de club. Dat is, dat is nogmaals duidelijk bewezen. En uh, afgelopen seizoen met, uh, met het positieve voetbal uh, zijn die mensen ook voor een stuk beloond geworden voor uh, het jarenlange werk wat ze ook uh, in de club gestoken hebben. Enerzijds, maar ook voor de steun die zij in al die jaren hebben gegeven. En de manier hoe dat zij uh, afgelopen seizoen Zowel op als naast het veld MVV toch op de kaart hebben gebracht. Enerzijds door het positieve voetbal, het fris voetbal wat we gebracht hebben, gecombineerd met goede resultaten. Maar hoor ik het publiek dat gegroeid is in onze thuiswedstrijden van 3000 mensen naar 6000, 7000 mensen. Ja, dat geeft alleen maar voedingsstof om, om, om keihard er tegenaan te blijven gaan. En ik denk dat wij op die weg. Zijn, uh, zijn ingeslagen afgelopen seizoenen. En uh, dat wij nu ook in deze transferwindow, dat er duidelijk een, eenzelfde scenario op tafel ligt met uh, heel veel jonge spelers, waarbij we nu wel ook geïnvesteerd hebben in wat ervaring, wat we toch afgelopen seizoen in sommige wedstrijden gemist hebben, om een resultaat over de streep te trekken. En uh, ik denk dat er een goede mix nu momenteel in deze groep aanwezig is, waardoor we kunnen zeggen van de uh, MVV is uh, toch gewapend. ...om het nieuwe seizoen weer op een goede manier aan te vatten. Was dat voor jou ook de belangrijkste reden om bij te tekenen om te blijven? Dat er nog zoveel potentie in de club en in de selectie zit? Ja, absoluut. absoluut. En uh, voor mij is het uh, uh, zowel familiaal als professioneel een ongelooflijke uh, goede klik. Uh, ik, ik ben uh, hier uit de streek. Hè. We moeten zeggen, dus als je de passer uh, rondtrekt rond met uh, Maastricht en BV als middelpunt... Ja, dan, ...dan merk je dat het een ur-regionale club is. Dus ik woon op twintig minuutjes hier vandaan, dus ik ben wel alles, weliswaar vanuit België. Maar anderzijds ben ik ook in een, in een buur hmm. van, van, de, van de stad Maastricht. Dus op dat vlak is het voor mij een, een, ideaal, een ideale club om, om, om verder door te ontwikkelen. Ja, je zegt al, je trekt die cirkel om Maastricht. Dat dus betekent ook natuurlijk veel Belgen. Maar even terug naar afgelopen seizoen. Ja, dan hebben we Janus Steukers, Rijn van Helden. Uh, twee jongens die nu terug zijn naar Centruiden uh, en in het eerste spelen ja. en Centruiden speelt op het hoogste niveau, ben je dan ook niet stiekem een beetje trots jij hebt ze uiteindelijk uh, hier naartoe gehaald? Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen uh, trots en, en, en tevreden is dat die jongens het zo goed doen bij Centruiden en ik denk dat dat alleen al maar alleen de mond-en-mond -mond reclame is die wij kunnen creëren door jonge talenten de kansen te bieden waarvoor ze voor MVV moeten kiezen om toch die vlieguren te maken op het hoogste niveau. En uh, daarvoor moeten jonge spelers voor MVV kiezen. Wij, wij hebben ons vorig seizoen en twee jaar geleden ons echt geprofileerd in het missie- en visiedocument als een ontwikkelclub zijnde. Dus jonge, jonge mensen, niet alleen op het veld, maar ook naast het veld, zich laten ontwikkelen naar een, ho een hoger niveau, zodat zij, zodat zij een stap vooruit kunnen zetten. Dat is ook gebleken nu weer met die jongens. en uh, ja, Dat geeft dan ook weer aan dat andere talenten uit de Regio of zelfs daarbuiten, ja, toch wel een bepaalde kijker op MBV hebben. Die zijn bijvoorbeeld, daar zijn jongens vorig seizoen hier naar de wedstrijd komen kijken. En uh, door het fanatieke publiek en de sfeer die er in het stadion heerste, heeft dat ook voor gezorgd dat zij voor MVV gaan kiezen. En zeggen van hé, hey, ik wil voor MVV spelen, want daar hangt een positieve vibe in en rond het stadion. Daar wordt op een goede manier gevoetbald, daar wordt positief voetbal gespeeld, daar wordt uh, technisch verzorgd voetbal gespeeld. En daar wil ik mijn carrière verder laten ontwikkelen. En, Je hebt uh, het dan over uh, bijvoorbeeld Ryan uh, Befrei. Ja, bijvoorbeeld dat, die jongen. Uh, en zo geldt dat voor anderen ook. Maar uh, dat, 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 dat heeft dan te maken dat het niet alleen is omwille van ene persoon die die jongen overtuigt, maar dat is de hele club die die, die jongen overtuigt. En uh, niet alleen uh, in de gesprekken, maar ook aan de lijve ondervinden wat voor een positieve sfeer hier in de tribunes heerst. Daar, daarvoor ook mijn dank voor de supporters. Naar de supporters toe, dat die de club en de spelers door dik en dun blijven, blijven aanmoedigen en blijven steunen. En dat geeft ook weer een beeld van. Uh, van wat voor een club MVV is. Ja. Die spelers verschijnen plots hier hè, voor de mensen van buitenaf. Hoe kom je aan zo'n speler? Hoe gaat zo'n zoektocht? Een zoektocht gaat door veel wedstrijden te gaan bekijken in het weekend en op maandagavond, als de tweede elftallen spelen in de Belgische competitie. Uh, dan proberen daar uh, ja, de talenten te gaan vinden, te gaan zoeken, uh, een goed netwerk hebben. Um, en, en zorgen dat dan uh, in het gesprek wat, uh, wat zij dan hebben met de club, enerzijds in eerste instantie en in tweede instantie ook met de trainer erbij, dat uh, wij onszelf ook als dusdanig op een eerlijke manier verkopen en geen praatjes maken, maar gewoon op een eerlijke manier zeggen hoe het hier aan toe gaat. Dat wij nog stappen moeten zetten op infrastructuurgebied uh, naar accommodatie toe, naar trainingsfaciliteiten. Maar alles draait en valt en staat toch met wat er op vrijdagavond gebeurt tussen 8 uur en 10 voor 10, bij wijze van spreken. Dat je daar op een bepaalde manier je, je, je ervaring kan opdoen en proberen door de week individueel aandacht te schenken aan de speler, waardoor hij nog beter kan worden. Kijk, wij zijn afgelopen seizoen en de seizoen daarvoor een bepaalde weg ingeslagen. Dat iets niet kan van vandaag op morgen perfect kan gaan, maar dat is, dat is een werk van lange termijn, dat is een werk van lange adem. Maar dan, dat wij op termijn kunnen zeggen: structureel staat MVV voor deze opvolging, voor deze ontwikkeling van voetbalspelers. Merk je dan dat spelers daardoor makkelijker nu voor MVV kiezen dan toen je hier begon? Want toen was het toch een totaal andere situatie. Ja, toen ik hier begon waren, waren er enkel vijf spelers onder contract. Mm -hmm. En uh, ja, daar hebben we dan dadelijk op ingespeeld dat uh, toch de bedoeling is om uh, een, een stabiele groep elk seizoen te proberen te creëren. Dus afgelopen seizoen hadden wij 16 contractspelers met een aantal jeugdspelers. Nu hebben we er ook weer een, een tiental, twaalf, dertiental contractspelers gehad met een aantal jeugdspelers. Daar hebben we dan dadelijk op ingespeeld en daar hebben we dan een aantal jongens bij gehaald. Dus we zitten qua aantallen nu met ik denk twintig spelers en vier keepers, als ik me niet vergis of 21 spelers en vier keepers, zelfs vijf keepers. Dus dat betekent dat de trainer in alle rust en sereniteit kan werken en zijn seizoen voorbereiden en dat hem die zes weken ook met een volledige groep kan. kan kan, uh, kan afronden. Punt is daarbij wel dat wij de opportuniteiten die zich nu nog zullen aandienen op bepaalde posities, dat we die nu ook niet zullen laten liggen en daar zullen misschien hier of daar nog wel een speler bij komen. Nou, we zitten nu eind juli als we deze podcast opnemen. Ben je tevreden hoe het er nu voor staat? Ja, ik ben tevreden. Alleen jammer nu de blessure van Mart Reemans. We zullen afwachten hoe ernstig dat die blessure is. Uh, maar iedereen uh, zo goed als fit, uh, voldoende spelersmateriaal, uh, iedere positie bijna zo goed als dubbel bezet. Dus daar, uh, daar is het normaal toch om te doen uh, als je in mijn functie dus bij een club bent. Ja, er zijn ook veel uh, jeugdspelers bij overgekomen. Ja. Um, van wie ben je heel erg gecharmeerd vanuit de jeugd? Er zijn, er zijn een aantal jongens die het gewoon goed doen. Dus uh, het is moeilijk om nu daar een uit te lichten, want dan zouden we tekort doen aan iemand anders. Ik denk dat de jongens die nu weer uh, uit de jeugd zijn overgeheveld vanuit de onder 21, die, het, die doen het heel aardig. Die hebben het goed gedaan in de vriendschappelijke wedstrijden die we tot op heden gespeeld hebben. En dat geeft alleen maar ook energie aan de mensen die keihard werken wat voor de academy betreft. Dus dat, uh, dat ook... En daar, daar zijn wij vanaf dag één mee bezig geweest. Ik, ik heb altijd gezegd, van, we gaan eerst onze eigen groententuin kijken. Ja, en naarmate dat daar het talent uh, blijft aan de deur kloppen van het uh, eerste elftal, ja, dat geeft alleen maar uh, voedingsstof en energie. Omdat die jongens toch op een bepaalde manier zijn opgegroeid met het DNA van de club. Die, zijn al, uh, ja, die hebben dat al meegekregen vanuit hun trainers, vanuit hun, uh, de manier dat de academy werkt. En die brengen dat dan weer over, ook in de kleedkamer van het eerste elftal. En ze krijgen hier kansen en kunnen daarna transfers maken. Hè? Ruben en Matteo, natuurlijk voorbeelden. Ja. Niet de manier waarop, op, maar hè, dat je het kunt door doorgroeien naar uh, een hoger niveau. Ja, dat is, dat, dat, dat is de bedoeling. Dat is ook het winmodel, het verdienmodel van een club. Zoals uh, MVV, waar we de waardecreatie toch vanuit onze spelersgroep moeten gaan bekomen. En uh, ja, zo kunnen we alleen maar groeien naar een nog stabielere club. Die structureel kan meespelen voor de hogere plaatsen in de rangschikking. Ja, bij, een club hoorde, ja, bij een voetbalclub horen ook teleurstellingen. Wat, wat is jouw grootste teleurstelling geweest de afgelopen twee jaar bij MVV? Eigenlijk nee, niet echt teleurstellingen. Voetbal is een, is, een, is een vak waarbij je knopen moet doorhakken, waarbij je hoogtepunten moet, uh, moet afwegen tegen, tegen mindere momenten. Maar je ziet als je de, het gemiddelde neemt van uh, hoe MVV de voorbije jaren zich ontwikkelt, dan denk ik dat wij op alle domeinen uh, structureel toch wel uh, in het positief gaan. En uh, dus de, 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 de grafiek die, die gaat, die gaat naar, naar het positieve toe. En ik denk dat deze club met de, met de toekomst voor ogen dat, uh, dat, dat mooi oogt. En uh, ik, ik denk dat we die weg moeten blijven bewandelen. Uh, en en ik, ik blijf het herhalen: daar is niemand of niks groter dan de club zelf. Iedereen moet alles in functie van, van de club MVV in, 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 voor acht, in acht nemen. En uh, ja, ik denk dat we dan. Uh, op de juiste weg uh, terechtgekomen zijn. is die vijfde plek van afgelopen seizoen dan een voordeel of misschien ook wel een nadeel? Want ja, om dat te overtreffen wordt het natuurlijk heel erg lastig komend, uh, komend jaar. Ik denk dat het een voordeel is, omwille van het feit dat uh, wij voor het seizoen. dat niemand dat verwachtte dat we op die plaats zouden eindigen. En dat er toch wel een. een, een, een het komen is van een technische staf. met een spelersgroep. Die, die, waarvan we nooit gedacht hadden dat, dat die tot dat in staat zouden zijn. En uh, dit geeft alleen maar aan dus dat de mensen die nu gebleven zijn, zowel in de staf als, uh, als bij de spelerskern, aangevuld met toch wel een bepaalde kwaliteitsinjectie, dat ik ervan overtuigd ben dat wij uh, de toekomst positief te, tegemoet kunnen zien. En ik ga niet zeggen dat we opnieuw voor de vijfde plaats kunnen gaan, maar we gaan wel alles eraan doen dat we hier in de Geusselt. Toch weer een, uh, een oninneembare vesting, mm. vesting kunnen creëren. Waarbij de, thuis, <coughs> waarbij de, de, de thuiswedstrijden ja, het, toch wel moeilijk het is voor de, de, maken. voor de tegenstrever ja. om hier iets te komen halen. Ja. Hoe vaak overleg je eigenlijk met Maurice? En Maurice hebben we, we na dagelijks contact, dus wij zitten heel veel samen, uh, enerzijds over de samenstelling van de Spelerskern. Uh, anderzijds over de manier van voetballen, of de manier van trainen. Uh, we hebben uh, nogmaals in dat missie- en visiedocument aangegeven hoe wij graag willen, willen voetballen als, als club. Uh, in dat opzicht hebben we dan met Maurice ook uh, iemand gevonden die vanuit het assistentrol in, uh, in het vak gerold is. Uh, wij weten ook dat Maurice vorig jaar het eerste jaar hoofdtrainer geweest is. Dat hij ook nog in een bepaalde ontwikkelfase zit. En uh, daar, uh, daar proberen wij. Uh, ja, ...een helpende hand in te reiken. Uh, ik denk dat wij met de vijfde plaats... ...ja, echt een positieve reclame gemaakt hebben. Niet alleen qua rangschikking, maar ook qua manier van voetballen. En die lijn moeten we gewoon doortrekken. Maar nogmaals, uh, de manier hoe dat we het willen doen... ...de manier hoe dat we het willen op het veld zien gebeuren... ...zowel in de wedstrijden als door de week op training... ...individuele begeleiding en dergelijke... ...daar moeten we nog heel wat stappen in zetten... En dat gaat gewoon echt niet van vandaag op morgen. En daar heb je tijd voor nodig. En uh, ik denk dat we met Maurice en zijn staf daar ook nu de juiste mensen voor aan boord hebben om, uh, om daarin te, uh, ja, verder te groeien. Je hebt het ook al vaker gehad over de academy. Hè? De hele academy moet eigenlijk spelen zoals mvv 1 hoe, hoe heeft die ontwikkeling plaatsgevonden? Ben je daar tevreden over? Uh, ja, dat is meer de, het vakgebied van Ron Elsen. Uh -huh. En uh, wij zitten ook bijna dagelijks samen. En uh, dat is ook iets wat moet groeien. En uh, in de eerste instantie is het ook de trainers op dezelfde golflengte krijgen, dus, dus trainers op dezelfde lijn krijgen. Daar ook proberen mensen binnen te halen als trainer die het op de mm -hmm. juiste manier het kunnen overbrengen naar de, naar de speelsgroep. Dus ik denk dat we daar alleen maar uh, winst kunnen uitmaken, dus uh, naarmate dus, uh, de tijd gaat evolueren. Uh, dat, en nogmaals, dat kan van vandaag op morgen nee, niet. Nee. Ik, ik herinner me, uh, toen ik in de tijd bij KRC Genk werkte binnen de jeugdopleiding, dat heeft ook een aantal jaren geduurd eer dat het uh, effectief rendabel was. En wat is rendabel zijn? Dat structureel kunnen zeggen, iedere, ieder seizoen kloppen er zoveel uh, spelers aan de deur van mm -hmm. het eerste elftal. Een jeugdopleiding kan je wat mij betreft niet uh, evolueren op basis van uh, kampioenspelen of geen kampioenspelen. Een opleiding die kan je enkel pas evalueren. Hoeveel spelers vanuit de jeugdopleiding zitten er effectief in de, in de selectie van het eerste elftal? Ja. En ik denk dat men hier in MVV effectief kan zeggen dat men op goede weg is. Ja. ja, maar er zijn nogal wat spelers, hè, als je ze bekijkt, die uit het verleden en nu ja. naar het eerste zijn overgeheveld. En wat ook is bijna de helft, denk ik. Bijna de helft. En wat ook positief is, vind ik zelf ook. We hebben toch er ook een teruggehaald die hier zijn jeugdopleiding heeft voltooid met Brian Smeets. Nou. Ik denk dat dat ook een iets is van. Kijk, als wij zeggen van we kunnen in de eigen groententetuin kijken, we praten over het DNA van de club. Dan vind ik, vinden wij ook dat we moeten op zoek gaan naar jongens die een verleden hebben met de club. En ik denk dat Brian daar een heel mooi voorbeeld is. En die ook niet heel lang heeft moeten twijfelen om de stap naar MVV terug te zetten. Hoe ga je zo'n gesprek met zo'n jongen als Brian Smith aan? Er zal vast meer interesse voor zijn. Clubs waar hij meer kan verdienen. Wat, wat geeft dan de doorslag in dat soort gesprekken? Ja, ik denk dat toch het gevoel voor de club de doorslag geeft. Ik denk dat had ik, dat, had ik, dat gevoel had ik dadelijk toen, ik, of toen wij met Brian Smith spraken. Een jongen die, uh, die toch MVV uitstraalt. En, en die, die ook met, met een echte. de wil om terug voor MVV te willen spelen. dat was toch enorm aanwezig bij hem. En, uh, en het, het, de positieve vibe die er momenteel in de club is, heeft toch wel een bepaalde invloed op, hem, uh, op zijn beslissing gehad. Mm -hmm. Ja, de transferperiode loopt nog even. Hè. Is dat lastig? Uh, want ja, spelers als Romain Matthijs, Nicky Soeren, Koen, kostels, misschien nog interesse voor, worden nog weggehaald? Of heb je dan de lijstjes klaar uh, uh, wie eventueel vervanger zou kunnen zijn? Ja, we moeten al, 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 altijd een schaduwelftal. En uh, iedere positie moet uh, dubbel bezet zijn. Ook het schaduwelftal moet dubbel bezet zijn. Dus. Als er een van de spelers zou moeten of gaan vertrekken, als er het juiste bot voor wordt neergelegd, uh, ja, dan, uh, dan hebben wij wel de vervangers op het oog. Maar wat, wat, wat mij betreft, wat ons betreft, uh, de, daar moet niemand uh, vertrekken. We nee. willen gewoon ik uh, denk dat, dat we een sterke as hebben, uh, aangevuld met goede, jonge talenten. Uh, als, je, als je bij ons de kerstboom bekijkt, de as met, uh, met de flankverdedigers en zo naar het midden toe. Uh, en met heel veel jonge talenten daar rond, dan denk ik dat wij uh, goed gewapend zijn om een mooi seizoen te spelen. Ja. ja, dan komen we toch altijd weer even terug op het budget. Hè. Uh, de, Amerikanen, de Amerikaanse investeerder die is wel in beeld. Die heeft aangegeven uh, meerderheidsbelang in de club te willen. Maar dat is nog niet zover. Het ligt bij de KNVB op dit moment. Dat betekent dat het budget voor het eerste elftal niet zoveel hoger is dan vorig seizoen. Nee, maar, maar van de andere kant geeft het wel perspectief naar de toekomst toe. En uh, geeft het wel het gevoel van uh, dat er heel wat mogelijkheden in de toekomst uh, zouden aanwezig zijn, moest dat uh, definitief in orde komen. En uh, ja, dat geeft mij dan toch ook wel het gevoel van uh, dat uh, deze club uh, alleen maar in een, in een beginfase zit naar een verdere ontwikkeling, naar verdere stappen te zetten. En natuurlijk ben je afhankelijk van het budget en dergelijke, maar ik denk dat je op een creatieve manier, uh, ook wel tot uh, goede oplossingen kan komen. Denk jij, dan, <coughs> denk jij dat een voetbalclub nog zonder een investeerder kan? Uh, er zijn clubs die bewijzen van wel. Maar over het grootste gedeelte ja, is toch wel de kapitaal uh, bepalend. Uh, als je dus ook naar het afgelopen seizoen bekijkt, uh, welke clubs dat bovenaan meestrijden... Uh, ja, dan waren wij daar bij wijze van spreken de, de club die daar niet verwacht werd. Maar de andere clubs, ja, die staan er gewoon en willen van, ja, hun, hun budget is er ook uh, al zodanig voor gemaakt. En ik denk dat nu uh, het seizoen wat nu komt, ja, willen wij onze eigenheid niet verlogenen. Maar uh, het zullen toch de clubs zijn die financieel uh, heel wat kapitaal hebben, die zullen toch bovenaan verwacht worden. Ja, FC Groningen? Ja, bijvoorbeeld. Uh, bezuinigt wel. Uh, ik hoorde van 24 naar 16 miljoen. Ja. Het zijn nog altijd bedragen waar we in Maastricht van dromen natuurlijk. Ja, maar we moeten ook realist zijn. Hè. Dus uh, die, die clubs... Uh, er zijn ook clubs die, die, die gedacht hadden met het, een hoog spelersbudget of met een hoog budget. En die nu uh, bij wijze van spreken met de rug tegen de muur staan. Omdat ze dan niet de verwachtingen hebben kunnen inlossen. Dus daarom uh, nuchter blijven. Realist blijven. En uh, ja, hopelijk kunnen wij de volgende... Maanden uh, goed nieuws krijgen waardoor wij wel wat stappen kunnen zetten. Ja, ja. Binnenkort, maak jij een stap? Ga jij uh, op vakantie naar Frankrijk? Het zou wel eens fijn zijn om een paar dagen eruit te gaan en dan, uh, dan zullen we de batterijen voor een stuk weer kunnen opladen, maar dat is niet de prioriteit. De prioriteit ligt nu hier uh, zorgen dat uh, de eerste competitiewedstrijd in VVV het team uh, optimaal uh, klaar is om, uh, om een goed resultaat te gaan halen. Kun je zeggen waar je nog spelers zoekt, zodat supporters willen horen hè, van waar wij ja, nog in kijken? Ja, nu met het uitvallen van uh, Mart Reemans denk ik dat we aanvallend nog uh, iets graag erbij willen hebben. Uh, daar zitten we nog uh, in gesprek met een aantal uh, pitsters. En dan, uh, zoals ik er straks zei, een aantal opportuniteiten die zich aandienen. Uh, onafhankelijk van uh, specifieke posities. En wanneer ben jij tevreden? Uh, terugkijken op seizoen 23, 24? Als er weer 6.000, 7.000 mensen bij de thuiswedstrijden aanwezig zijn hier in de Geusselt dan denk ik dat wij fantastisch uh, gepresteerd hebben. En daar, daar gaan alle krediet uh, naar de spelersgroep en de staf uh, toe. Die jongens moeten op het veld doen, uh, die moeten zich de hele week zich voorbereiden. En de supporters uh, weer enthousiasmeren om uh, datgene te krijgen... Tijdens de wedstrijd waar zij zich het beste mee kunnen identificeren. Dat is met mooi voetbal, maar met heel veel passie en heel veel strijd. Ja, ik denk een mooie afsluiter voor deze podcast. Uh, niet, Stefan? Jazeker. Ja. Nou ja, Ronnie, ik uh, dank je voor de aanwezigheid uh, in de podcast. En uh, ja, tegen de luisteraars zeggen we bedankt voor het luisteren. En tot in de geest. Dank je wel.